Het is gelukt. Feyenoord heeft de finale van de Europa Cup 1 voor landskampioenen bereikt na een wedstrijd waarin de Rotterdammers van het begin af aan het spel volledig beheersten. De grondslag voor de overwinning werd al in de derde minuut gelegd. Een lichte overtreding van Legia Warschau werd door scheidsrechter Howley bestraft met een vrije schop die door Rinus Israël genomen werd. Hij mikte, precies op maat, naar het hoofd van Wim van Hanegem, die met een zeldzaam fraaie kopbal Feyenoord een 1-0 voorsprong gaf. Dat de 67.000 supporters hiervoor gekomen waren, lieten ze nadrukkelijk merken. Het uitzicht op de finale in Milaan begon reëel te worden. Maar toch zou het nog 25 minuten duren voordat een tweede doelpunt Feyenoord in veiligheid zou brengen. De legerploeg uit Warschau, die 14 dagen eerder op eigen terrein niet verder was gekomen dan 0-0, was in de Feyenoord Kuip duidelijk te minderen, zowel in technisch als tactisch opzicht. Vooral de verdediging kwam vaak in moeilijkheden. En het scheelde soms maar weinig of Feyenoord had de voorsprong al eerder vergroot. Zoals bij deze omhaal van Chinfall, die nog juist door de lat gekeerd werd. Maar iedereen voelde dat nummer 2 moest komen. En het werd een juweel van een doelpunt, van de voet van Frans Hasiel. Geweldige vreugde bij Feyenoord dat deze 2-0 voorsprong niet meer afstond. De enige sensatie die het publiek nog beschoren was, kreeg het na afloop. Toen een dolgelukkige Feyenoord supporter de kleine scheidsrechter Howley de bal afpikte. Hij stompte hem uit zijn armen en dat nam de heer Howley niet. Die had na anderhalf uur fluiten nog adem genoeg over voor een snelle achtervolging waarin hij steun kreeg van zijn grensrechter. Het werd een partijtje rugby waaraan het stadion veel plezier beleefde. Deze strijd om balbezit, zoals Herman Karpov het incident noemde, werd tenslotte in het voordeel van de gevestigde orde beslist. Oh ja, en Feyenoord gaat naar Milaan. Maar dat wist u al.